Ondertussen zijn de meeste Team of the Season teams natuurlijk uitgekomen. En ik ga vandaag kijken of ik daarom de 194 punten eraf kan halen. Het zou zo ziek zijn als het gaat lukken. Misschien zelfs ooit een keer een 195. Maar eerst even strijden voor de 194. Even kijken of dat gaat lukken. En misschien dat we binnenkort ook wel leuke challenges kunnen doen. En andere dingen met FUT-drafts. Maar laat me even weten de ideeën achter in de reacties. Maar nu gewoon de 194. We beginnen met Achie. En we gaan gewoon knallen. En hopelijk krijgen we de ene Team of the Season. De ene icon naar de andere. We krijgen wel een Team of the Season. Het is alleen niet een hele goeie. Ja, ik ga er wel voor. Dan hoop ik dat ik zo meteen nog een betere spits kan krijgen. Maar als jullie trouwens zin hebben in deze FUT-draft video, smash natuurlijk allemaal even dat duimpje omhoog. 4000 likes. Het is echt veel, maar het zou heel nice zijn als het gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. Trouwens, we hebben nu best wel wat Braziliaanse spelers. Die linken nog best wel. Ja, dit is dan wel jammer. Maar kijk, deze linkt goed met die. En als ik dan ook nog een andere Braziliaanse middenvelder krijg, die linkt natuurlijk ook goed met die icon. Dan heb ik toch nog best wel wat linkjes. Dit is alleen wel een beetje jammer. Hier heb ik niet heel veel aan. Maar ik ga deze video mega veel FUT-drafts maken. Misschien wel echt 10. Ik weet niet precies hoeveel, maar ik ga er sowieso heel veel maken. Ik heb ook FIFA punten bijgekocht om mijn tweede FUT-draft account. Want dit is mijn FUT-draft account waar ik nu op zit. Maar ik zie wel hoeveel ik ga maken. Maar ik probeer dan een beetje de hoogtepunten te laten zien, zeg maar. Oké, nou, eerste FUT-draft is ondertussen klaar. 91 beoordeling. Teamgeest kan ik misschien nog fixen met de manager. Maar is niet echt de moeite waard. Want ik wil natuurlijk een 194 halen. Of 193 is eigenlijk het minimale wat ik wil halen. Dat is mijn record. Maar ik wil dat eigenlijk sowieso even nagaan. Maar ik wil mijn record gewoon een keer verbreken. En met zoveel Team of the Season spelers moet dat wel te doen zijn, zou je denken. Let's go! FUT-draft nummer 2. Beter krijgen we even chille opstellingen. 3-4-3. Ja, dat was altijd echt een hele goede opstelling. Weet je wat? Ik ga het gewoon weer een keertje proberen. Er was niet afgelopen FIFA, maar die FIFA ervoor veruit de beste opstelling. Kreeg je altijd zieke teams. We beginnen nu alleen niet heel chill. Het is een beetje wel, ik ga dan maar voor Messi. Dan kunnen we niet meer eens een Team of the Season of Team of the Year krijgen. Maar ja, het is wel 94 rate te spelen. Dus dat is in principe wel chill. Maar mijn spits is echt shit. Oké, we hebben nog wel echt een aantal hele goede spelers nodig. Ja, ik ga nu voor deze kerel. Neymar, Ronaldo hebben die nog veel betere versies. En een icon is natuurlijk altijd chill. Dit is ook prima. Anderson, Team of the Season, 92 rated. Kijk, dat soort spelers moet ik alleen maar krijgen. En niet dit soort spelers. Want dan gaat een 194 vind dat wel heel moeilijk worden. Van Dijk, ja, die heeft ook veel betere kaarten. Ik ga er maar voor, want dan heb ik in ieder geval een 90 rated verdedigen. Maar ik denk dat deze FUT-draft weer heel moeilijk gaat worden om hier nog echt iets van te maken. Nou, FUT-draft nummer 2 is ook klaar. Wel zieke bank, maar ja, ik heb er niet heel veel aan. Aangezien mijn baas zelf niet goed genoeg is. Nou, en 100 teamgeest krijg ik niet, maar dat boeit ook niet. Ja, misschien met wat puzzelen dat ik dat wel voor elkaar weet te krijgen. Maar ik heb weer 91 beoordeling, daar heb ik helemaal niks aan. Ze zeggen toch altijd 3 keer is scheepsrecht. Nou, dan hoop ik dat dat nu ook het geval is. Want we hebben hiervoor 2 FUT-drafts gehad die niet al te best waren. Dan hoop ik dat dit de FUT-draft gaat worden die wel heel goed is. 4-3-3 aanvallend is een goede opstelling. Dan heb je linksbuiten. Rechtsbuiten, we hebben centraal aanvallende middenvelder. We beginnen alleen niet extreem chill. Ja, ik moet dan wel voor Messi gaan. Dat is wel raar. Echt, de laatste tijd krijg ik als aanvoerder nooit echt super goede spelers. Dit is wel heel chill. 97 Ronaldo. Nou, nu nog even Maradona. Dat zou toch echt ziek zijn? Oh nee, maar we krijgen wel Zidane. Dat is ook helemaal prima. Kijk, zo'n begin moet je hebben. Ik zei het toch. 3 keer is zijn scheepsrecht. 3 keer een slechte FUT-draft. Dan gaan we nu een zieke draft krijgen. Linksbuiten is dan wel jammer. En dan hoop je toch wel op een net wat betere speler. Oscar is trouwens wel prima. 93. Echt ziek hoog qua beoordeling. Volgende. Oh, 99 De Bruyne. Ja, dit kan er worden. Dit kan er worden. Het gaat wel lastig worden om alles te linken zometeen. Omdat je natuurlijk nu Team of the Season hebt van vet veel competities. Maar het is wel echt perfect tot nu toe. Ja, Cuadrado is 2 ratings beter, maar ik ga waarschijnlijk hier een Premier League team van maken. Aangezien ik 99 De Bruyne ook nog heb. En vaak krijg je als centraal verdedigers ook goede Premier League verdedigers. Dan moet ik dan nu nog wel even krijgen. Kom op, Team of the Year of Team of the Season van Dijk. Nee, helaas. Nou, ik moet wel voor deze 92 rated verdediger gaan. Weet je, dat is het nadeel. Omdat je natuurlijk zoveel verschillende competities hebt, krijg je ook heel vaak spelers, bijvoorbeeld uit de Bundesliga die goed zijn. Of hier zelfs uit de Chinese League. Normaal kreeg je helemaal geen goede spelers uit de Chinese League. Dus hoef je die niet eens te kiezen. Maar nu moet ik die keuzes ineens gaan maken. Linksachter. Ik ga wel voor deze. Nou, dit is wel qua beoordeling wel goed. Maar qua teamgeest gaat het zo moeilijk worden. Ik heb eigenlijk nog een compleet centraal ander duo nodig. Centraal achterin. Een keeper uit Engels. Ja, dit is prima. 88 heten. Dan hebben we die in ieder geval. Maar dan heb ik nog steeds een centraal duo nodig. Die beter is dan de duo die ik nu heb staan. Oh, Summer is zo.
Tondus, dit zou ook wel kunnen. Dan heb ik nu gewoon nog één Bundesliga-verdediger nodig. Die ik voor die 80 heten kan wisselen. En dan is dat eigenlijk ook al gefixt. Dan hebben we toch nog een ziek duo eigenlijk. Dan is dat helemaal niet nodig. Ik ga meteen voor mijn verdedigers. Ja, ik kan voor Ramos gaan, maar die kan ik sowieso... Nou, die kan ik misschien wel gebruiken. Dit is lastig. Nou, ik ga er maar voor. Ja, Puyol was chiller qua linkjes. Was natuurlijk ook minder qua beoordeling. Dumfries, die kan ik sowieso niet gebruiken. En Hummels kan ik wel gebruiken. Ik ga voor de veilige weg. Ik ga voor Hummels. Kijk, dit linkt toch... Ja, Hummels heeft niet optimaal teamgeest, maar het linkt op zich best wel goed daar zo. En dan hebben we best wel een goede keeper met verdedigers erbij. Dus dat is chill. Dan moet ik nu nog wel wat andere posities verbeteren. Ik ga nu voor Son. Want rechtsbuiten moet eigenlijk een Premier League speler worden. En linksbuiten heb ik sowieso ook nog een betere speler nodig. Anderson? Ja, die kan ik op zich wel gebruiken. En ik kan ook voor Salah gaan. Maar daar ga ik nu niet voor. Ik ga voor Anderson, want die linkt hier wel redelijk. Heb ik nog wel een andere linksachter nodig? Oh, ja, oh, dat wordt lastig, want ik heb helemaal niet meer zoveel keuzes die ik kan krijgen voor linksachter. Oh man, waar Engelse League 3, daar heb ik niks aan. Oh, dit gaat echt heel moeilijk worden om hier nog wat van te maken. Maar we hebben wel 93 beoordeling, dus dat is wel nice. Mijn teamgeest, dat gaat echt een probleem worden in deze video. Oh, nice. Rechtsbuiten 95 geeft. Kijk, daar had ik even nodig. Dan is het daar in ieder geval een beetje gelinkt. Rashford, die is ook wel ziek. Promes is qua beoordeling trouwens gewoon hoger. Dat is wel echt bizar hoe hoog hij en hoe goed Promes is. Dat slaat helemaal nergens op. Maar ik ga wel voor Rashford. Die is op zich wel goed en die kan ik misschien nog gebruiken. Hebben we tot slot nog een keeper? Ja, en maakt het uit welke keeper we krijgen? Eigenlijk niet, hè. Ik ga wel voor Neuer. Als ik die nou hier neerzet, gaat mijn teamgeest wel omhoog. Dus dat helpt wel iets. Ik ga wel even puzzelen en dan ga ik nog even kijken of ik hier iets van kan maken. Oké, we hebben nu nog 2 teamgeest nodig en we zitten nu al op de 93 beoordeling. Oh, 94 gaat denk ik net niet lukken. Maar dit kan wel een 193 punt draft worden. Dan heb ik nu een manager nodig met 2 teamgeest erbij. 1 teamgeest erbij. Ah, kom op. Laat het niet zo zijn dat we alleen maar 1 teamgeest hebben. Ah, dit is altijd, hè. Dit is zo bizar. Dit is echt zo bizar. Welke kan ik dan het best gebruiken? Ik denk misschien... Oh, joh, dit is echt heel bizar dat het nu weer niet lekker gaat. Ja, wat ga ik doen? Ik ga wel voor deze Spaans en misschien dat ik nog iets met Ramos kan fixen. Ja, ik heb het gefixt. Oh, het is uiteindelijk goed gekomen. 193 punt draft en wat een team. Oh, joh. Echt 194 is sowieso haalbaar. Alleen deze punt draft net niet. Maar ik zat al best wel snel op de 93 beoordeling. Dus ja, het is sowieso haalbaar 194. Maar wat een lijp team is dit al. Dit is sowieso de beste punt draft die ik tot nu toe heb gekregen in deze FIFA. Zonder twijfel. Maar we gaan nog door. Want ik ga kijken of ik dit nog kan verbreken. Oké, volgende opstelling. 4-2-2-2. Dat is wel een chill. We hebben 2 centraal aanvallende middenvelders. Trouwens geen CM. En daar kan je natuurlijk ook de bruine bijvoorbeeld krijgen. Dus dat is wel jammer. Maar je krijgt meestal op CM echt goede icons. En dat is wel chill, want die linken met iedereen. Bergkamp is trouwens ook chill. 93 heten. Kom op, weer even goede icons. Zidane zou chill zijn. Nou, Neymar, daar ga ik daar maar voor. Tot nu toe alleen maar 93 beoordelingsspelers. Dat is wel lachen. Kroese, ik ga wel voor jou 92, dat is dan wel qua beoordeling jammer. Ik had in ieder geval 93 meer willen halen. Het minimale eigenlijk. Petit is op zich wel prima. Ja, het is niet slecht begin. Nog geen 99 rate spelers of zo, maar dit is ook niet slecht. Staat net die. Anders, dit zou ook wel iets kunnen worden. Als ik nu echt zieke verdedigers krijg en op de bank ook goede spelers, dan zou dit echt serieus een hele goede verdraft kunnen worden. Oké, we zijn ondertussen wat verder in deze draft en ik heb tot nu toe best wel een heel lijp team. We hebben nu al 93 beoordeling. Ik heb Kimmich nog, David Luiz nog op de bank. Als we nog een paar goede spelers kunnen krijgen. En het liefst een hele goede centraal van in de middenvelder die perfect linkt. Dat zou chill zijn. En ik krijg ook nog gewoon dat niet. Ja. Hebben we nu dan 100 beoordeling? Dan hebben we nu 100 beoordeling. Donders. En kijk, deze speler is niet al te best. Maar die kan ik zo meteen wisselen. Dan kan dit er misschien worden. Alsjeblieft. Hooggerated spelers. Vertongen. Ja, dat is niet hoog genoeg. Kom op. Nog even dik 90 plus. Team of the Year of Team of the Season van Dijk. Nee, die krijgen we helaas ook niet. Dat is jammer. Maar dit is wel weer echt een lijp team. Dit wordt sowieso weer 193. Dat kan haast niet anders. Want ik heb hier ook nog een upgrade die ik kan doen. Ja, dan zitten we inderdaad op de 193. 293 putdrafts achter elkaar. Zou ik nog een upgrade kunnen doen? Nou, in principe niet echt volgens mij. Ja, Kimmich die is de hoge qua beoordeling.
Maar dan gaan we teamgeest vet van omlaag als ik die voor Ronaldo erin zet. Dit is wel echt een lijp team weer. Ja, veel beter dan dit gaat het niet worden. Maar weer gewoon in de buurt van 194. Maar dit is wel echt nice. Back to back, 193 fut eraf. Kijken of we 393 fut erafs achter elkaar kunnen halen. Nou, let's go. Fut eraf nummer 4 of 5 alweer. Ja, ik weet niet. Nee, fut eraf nummer 5 is dit volgens mij al. Donders, dat gaat best wel snel. Voor welke opstelling zou ik gaan? We krijgen niet hele chille opstellingen. Dat is wel een beetje jammer. Ik ga wel voor 3-5-2. Een keer totaal wat anders, maar dan hebben we 2 spitsen. Dus 2 kansen op Ronaldo en Hagi linksmidden is op zich dikke prima. Dat is wel chill. En meestal heb je als rechts en linksachter toch net iets minder goede spelers. Dus dat is in principe ook niet heel erg dat we die dan eventjes missen. Dan hebben we gewoon 3 centraal verdedigers. Dit is niet goed genoeg. Nou, ik denk dat dit wel heel moeilijk gaat worden. Maar het zou chill zijn als we nu dan in ieder geval Zidane of Maradona krijgen. Krijgen we zilveren. Nou, ik denk niet meer dat deze verdraft iets gaat worden. Maar ik maak hem wel eventjes af. Nou, oké. Okay, nee, dit gaat sowieso niks meer worden. Ik ga hem wel automatisch voltooien. Deze draft kunnen we snel vergeten. Volgende opstelling, 4-3-1-2. Dit kan misschien ook wel iets goed zijn, want op CM heb je ook best wel wat goede spelers. Alleen we beginnen weer echt shit. Nou, ik ga wel voor Aubameyang. Maar dat is niet jouw echt die... Aanvoerders aan het begin, die zijn altijd shit tegenwoordig. Dat is echt niet normaal. Nee, deze verdrag kunnen we ook automatisch voltooien. Donders, dat is best wel zonde van mijn FIFA-punten allemaal. Want zo gaat het wel heel snel. Net was 3 keer scheepsrecht. Toen hadden we 2 slechte verdrags en toen kregen we 193. Nou, dan hoop ik dat deze verdrag weer iets goeds gaat worden. We hebben 2 goede opstellingen. We hebben 4-2-2-2 of we hebben 4-5-1. Maar dan ga ik toch voor 4-2-2-2. Want ik heb altijd het idee dat linksmidden en rechtsmidden toch wat minder goede posities zijn. Hagi die wordt links achter neergezet. Nou, dat is helemaal prima. Dan heb ik in ieder geval mijn aanval nog vrij. Mijn middenveld nog vrij. En hier moeten we nu even goede spelers gaan krijgen. Lacazette gaat ermee door. Het had slechter gekund. Het had sowieso slechter gekund. Ah, maar we krijgen geen Ronaldo 97. En dat zijn wel spelers die ik nodig heb. Kom op, nu weer even iets goed. Eindelijk, Zidane. Hier heb ik al 20 keer voor gevraagd. En eindelijk krijg ik hem dan. Volgende CRM en Ronaldinho. Kijk, dit moet ik hebben. Lekker, lekker, lekker. Nu nog even Zanetti. Zo, en dat zal helemaal perfect zijn. Krijgen we niet, maar dit is misschien nog wel beter. Kante, Team of the Year. Het linkt gewoon perfect. Het linkt allemaal perfect. Kimmich 96. Oké, dan moet dit er worden. Weet je wat? Dit wordt mijn laatste verdraft. Laatste kans op 194 verdraft. Trouwens, Mario is ook prima, want die linkt goed met Ronaldinho. Dus dat is ook chill. Centraal verdedigen. Ik ga wel voor Godin. 93 rated. Het linkt op dit moment niet. Maar het is wel gewoon een 93 rated speler. En ook al ga ik het niet gebruiken in mijn basiself. Voor op de bank is hij ook goed. Loris, niet de beste. Maar voor nu prima. Kom op, nu even goed uit de Premier League. Dat zou chill zijn. Ja, ik moet wel voor Vertonghen gaan. Ja, Koulibaly is net iets beter, maar Vertonghen die linkt gewoon goed. En dan is dat in ieder geval gefixt. Hebben we nu 93 beoordeling? Kijk, de hele linkerkant is gefixt. Dus alleen rechts moeten we nog wat spelers veranderen. Maar ik denk één goede Bundesliga spits of centraal verdediger. En dat gaat dan goed komen. Robertson, 94 rated, ook prima. Die kan ik ook gewoon in mijn team neerzetten. Dus dat is chill. Oh, dit is echt niet normaal. Oké, dit kunnen we vergeten. Maar ja, het is niet erg dat we een paar slechte spelers krijgen op de bank. Als het overgrote gedeelte maar gewoon goed is. 90 plus. Dat is dan wel het minimale wat we moeten halen. Ja, dit is ook goed. Anderson, 92. Dikke prima. Kom op, maar nu even een Bundesliga centraal verdediger of spits. Nee. We krijgen Pepe. Oh, die linkt trouwens daar wel. Als ik die hier neerzet... Oh nee, trouwens, die linkt nauwelijks. Oké, ik dacht dat die zou misschien wel linken met die rechtsachter. Maar mijn teamgeest ging er in ieder geval niet van omhoog. Maar kom op, 90 plus. Oh, mijn bank die verpest het een beetje. Ik wil weer even een 194 halen. 193 heb ik al 2 keer gehaald. Zou nice zijn als we dan nog een keer halen. Maar ik wil 194 halen. Kom op, 90 plus. Nee, dit is niet 90 plus. Dit is niet wat ik moet hebben. Oh. Ik ben bang dat het net niet gaat lukken. Overmars is trouwens wel chill. 92 heet het. Volgende. Dit is in ieder geval 90 plus. Dus dat is chill. 90 als ik die daar neerzet. Ja, dat helpt trouwens ook helemaal niet. Oké, volgende. Kom op. Bundesliga. Centraal verdediger. Oh, ja kijk. Dit moet ik hebben. Hummels. Nu is het gefixt. Ja, teamgeest gaat denk ik nu wel goed komen. Ja, dit kan toch haast niet meer fout gaan, zou je denken. Nog 3 teamgeest. Maar ik denk dat 94 beoordeling dat net niet gaat lukken. Dit is dan wel jammer.
Ja, ik ga nog even puzzelen, maar ik denk dat het net niet goed gaat komen. Dat kan haast niet. Nee, inderdaad, het gaat niet lukken om een 94 beoordeling te halen op dit moment. Maar wel weer een live team, jongen. Niet normaal, ik wil die 94 beoordeling halen. En weet je wat? We doen nog één laatste draf. Ik zei eigenlijk dat dit de laatste draf was. We doen nog één laatste keer. Dan moet die draf gaan worden. En dat wordt echt mijn laatste draf. Oké, laatste kans. Laten we even de goede opstelling krijgen. Op zich 4-1-2-1-2, die gaat wel mee door. Oh, dit is trouwens ook chill. 4-2-3-1. Dan heb je 3 centraal aanvallende middenvelders. Dus dat is wel echt heel relaxed. We beginnen met Hachi. Nou, die begint weer mooi op linksachter. Helemaal prima. Linksachter krijg je meestal toch niet extreem goede spelers. Crespo, prima. 92 rated. Kom op. Zinedine Zidane weer. En... oh, Ronaldinho, nog beter eigenlijk. Come on, oh, alleen maar icons tot nu toe. Ja hoor, en nog een icon. En Zidane, hier is hij. Dit moet worden. Allerlaatste kans op een 194 foot draft. Dit is dan wel weer jammer. Maar ja, het kan gebeuren. Weet je, we hebben nog een hele bank zo meteen te gaan. Die kan het nog helemaal goed maken natuurlijk. Centraal verdediger in de middenvelder is wel een beetje jammer. Ja, Fernandinho is leuk. Die linkt waarschijnlijk wel goed. In ieder geval, die kan je wel goed gebruiken. Meestal qua linkjes, maar voor de rest niet. Oh, oké. Het begon heel lekker. Maar nu wordt het toch wel iets minder. 90 rated... hoe heet hij trouwens? Marinho of zo. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Maar kom op. Dit is ook chill. 94 icon weer. We hebben echt bizar veel icons in deze verdraad. Maar dan moet dit hem worden. Maar ik ben bang dat het net niet gaat lukken. Overmars. Oh, donders. Dan heb ik echt nu vet voor icons. Ja, ik zet hem er gewoon even neer voor de lol. Maar mijn hele linkerkant en alles zo omhoog. Alleen maar icons. Ik heb zelden een putraf gehad met zoveel icons. Als ik al echt een volledig icon team weet te krijgen, dan zou dat echt bizar zijn. Ik moet er nog 4 krijgen. Dan moet ik nu de ene icon naar de andere krijgen. Anders gaat het niks meer worden. Ja, dit gaat sowieso geen 94 beoordeling meer worden. Misschien wel 93. Maar echt lijp. Oh, Müller is trouwens wel leuk. Die kan ik hier neerzetten. Ja, die is 95 rated, maar een volledig icon team gaat het niet meer worden. Maar wel geniaal hoeveel icons ik heb gekregen. De bruine is wel chill, kan ik alleen niet echt gebruiken. En we krijgen nu nog Laporte. Zou ik voor jou gaan? Ik ga er maar voor, want misschien dat ik nog een Premier League kant ga maken of zo. Dat zou nu misschien wel een goed idee kunnen zijn. Ik krijg hier namelijk nog een Premier League speler. En als we nu nog even een goede Premier League keeper krijgen, die krijgen we wel... Maar is niet heel goed. Maar ik kan dan in ieder geval even iets met de Premier League doen. Ik ga nog even puzzelen. Maak hier nog even 100 teamgeest van. Gaat denk ik wel lukken. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Nou, mijn team is ondertussen klaar. Ik heb uiteindelijk toch nog 2 icons op de bank neergezet. Crespo heb ik gewisseld. Want de bruine was net wat hoger qua rating. Maar helaas geen 194. Maar wel bizar zieke drafts gemaakt deze video. Dus dat is wel nice. En ik wil jullie natuurlijk bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je vaker FUTDRAF video's willen zien. Smash allemaal even dat duimpje omhoog. En dan gaan we sowieso vroeg of laat 194 FUTDRAF halen. Het is sowieso te doen. Maar deze video nog net niet gelukt helaas. Dat is jammer. Maar dan was dit echt. En heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later baas. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soortgelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bouws Army. Let's go!